Hey jij daar, superleuk dat je naar deel 2 gaat luisteren van de podcast samen met wielrenster, wereld-Europees kampioen en werelduurrecordhoudster Ellen van Dijk. Mijn naam is Janneke van der Meulen en ik ben de bedenker van de win-win-methode voor winnaars zonder verliezers. Voor mensen die gezondheid willen op alle fronten in hun leven. Gezonde gedachtes, een gezond en energiek lichaam, maar denk ook aan een gezonde bankrekening, gezonde relaties en met gezonde zin lekker aan het werk zijn. Oftewel, de win-win-methode is er voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden. En heel binnenkort komen er weer een paar plekjes vrij voor 1-op-1 coaching. En dat is voor mensen die echt als een topsporter behandeld willen worden en ook met een topsportmentaliteit aan zichzelf willen werken. Dat klinkt eng, streng en rigide, maar het tegenovergestelde is waar. Juist met structuur en een gedegen plan aan jezelf werken geeft rust en vrijheid. Ik heb ook een paar regels opgesteld. Check die eerst even. Voldoe je daar grotendeels aan? Dan kunnen we aan de slag samen. Maar ik hou je daarover op de hoogte. Terug naar de podcast. Want waar ik nieuwsgierig naar ben. Wat eet Ellen als ze jarenlang dag in en dag uit zoveel uren per dag traint? En hoe denkt ze eigenlijk over veganistisch eten? En hoe praat ze tegen zichzelf op zware en spannende momenten? En hoe zorgt ze er dan voor dat de angst niet wint? Hoe beheerst ze dan die stem in haar hoofd? Die alles bepalende stem. Oh ja, en waar ik ook nieuwsgierig naar ben, hoe lukte het haar om zo bizar snel te herstellen van blessures en die valpartijen? Okido. Nou, heel veel luisterplezier. En vind je dit werk ook gaaf? Merk je dat het bijvoorbeeld meer ontspanning geeft? Dat je zelf meer zelfvertrouwen hebt, meer lef, meer moed, meer vrolijkheid? Dan kun je bijvoorbeeld financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. Nou, doe je dit al, dan wil ik je daarvoor nogmaals onwijs bedanken. Heel gaaf dat je ook zo'n win-win mentaliteit hebt. Okido, we pakken de podcast weer op met wielrenster Ellen van Dijk. Wat eet jij voor zo'n... eet je überhaupt iets? Krijg je iets weg? Ja, ik kan altijd wel goed eten. En ik heb dan ook wel met de voedingsdeskundige van de ploeg dus echt een schema voor de 2 dagen van tevoren. Ik hou niet zo van eetschema's, dus om 10 uur dit eten, om 12 uur dat eten en zo. Maar op dat soort dagen geeft me dat wel een gevoel van goede voorbereidingen en controle. En weet ik precies wat ik aan kan. En dat is heel simpel voedsel. Dus ja, ik eet 's ochtends heel vaak havermout, ook dan. En 's middags vaak witte rijst, witte pasta en 's avonds ook met groenten eigenlijk. En that's it eigenlijk. Heel weinig vezels, heel makkelijk te verteren en heel veel koolhydraten. Ja. Want ik wil heel graag even een bruggetje slaan. Want, ja, ja, we gaan wel even van de hak op de tak, sorry mensen, maar stay tuned. Want ik weet wel dat toen ik jou leerde kennen... vond jij het razend interessant, die voeding. Dat was wel zeker, iets waarvan je echt had ontdekt van... wow, daar zit gewoon winst in. Als ik goed eet en slim eet, dan voel ik me beter, voel ik me lichter ook. Ja. Hoef ik niet zo te struggelen met mijn gewicht. Dan gaat dat allemaal wat... Neem ons eens mee, want hoe kun je je nog herinneren wat je als junior deed... en wat je zo langzaam... nu als senior volwassene wereldkampioen. Ja, ook als ook daarin maak je natuurlijk een enorme ontwikkeling door. En dan probeer je heel veel dingen. Of heb ik veel dingen geprobeerd. Als junior had ik geen idee. Had ik gewoon van alles. Was ik ook 10 kilo zwaarder dan nu. En was ik niet heel topsport minded met mijn voeding bezig. Ik was gewoon lekker aan het schransen. waar moet ik aan denken? Ja, je wordt altijd je pasta voorgeschoten. Dus eigenlijk bij wielrennen altijd standaard pasta met kip, met rode saus. Dat eet je als avondeten. Ik weet niet, dat is een soort standaard iets. Klinkt als een roeimaaltijd. Ja, ja. Lekker makkelijk, denk ik. Ja, en voor de rest had ik ook gewoon lekker veel troep. Chocola, chips, waar ik ook maar zin in had. Ontbijtkoek. Ja, heel veel ontbijtkoek ook. Ja, 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 zeker heel veel ontbijtkoek. Nou, vervolgens kwam ik erachter... Yoghurt met muesli, brood met pindakaas. Ja, alles. Hagelslag ook. Hagelslag, jam. Ja, jam. Ja. Snelle jelles. AA in je bidon. Ja, altijd dorslesser of weet ik veel wat voor suikers. Ja. Ja, en vervolgens kwam ik erachter... ja, als ik beter wil worden... moet ik toch wel iets anders gaan doen met mijn voeding. Het begon bij jou ook dat je dacht van... ik moet gewoon afvallen. Want met die 10 kilo extra de berg op... Ja, dan kan ik nog zo sterk zijn. Maar dan
Ja, ik weet hoe dat is met wat extra kilo's de berg op. Ja. Moet je echt sterk zijn om die muggen bij te houden. Denk aan Anna van der Breggen. Wat weegt dat? 50 kilo? Als het al haalt? Ja, nee, ja, dat lukt me dus nog steeds niet om die berg op bij te houden. Maar in ieder geval, ja, toen helemaal niet natuurlijk, nee. En toen ben ik, uiteindelijk had ik een Duitse trainer en die was heel erg van low carb training. Dus toen ben ik redelijk extreem gegaan in de lage koolhydraten. Bijna alleen maar eiwitten en vetten eten. En zeker in de voorbereiding en dan de dag voor de wedstrijd wel veel koolhydraten eten. En daarna reed ik ook echt heel hard en ik viel ook af. Dus ik dacht, oh, dit moet ik doen. Dit werkt. Maar ik hield dat niet vol. Ik kon het mentaal niet volhouden. Ik werd er niet blij van. Ik had hele slechte huid. Ik hield het gewoon niet vol. En ik vond het gewoon totaal niet... Elke keer dat ik dat moest doen, dacht ik, vind het een struggle. Ik wil gewoon lekker koolhydraten eten. En ik heb helemaal geen zin in dit. En ik at bakken met kwark. Echt zoveel kwark. En nu eet ik het nooit meer. Want als ik nu ook maar een beetje probeer te eten, dan krijg ik er al last van. En dan denk ik, ja... Dit werkt dus niet, voor mij niet meer in ieder geval. Nou ja, je zegt, ik kan me herinneren dat je gewoon stront zag gereinigd. Zeker. Ik weet niet wat je net zei, maar je zei iets van, ik werd er niet zo vrolijk van. Nee, zeg maar, het was wel wat meer dan dat. Ja. Nee, dat klopt. Dus dat wilde ik eigenlijk ook niet meer, want dat vond ik ook gewoon mijn hele kwaliteit van leven beïnvloeden. Ik was er gewoon, ja, het is toch fijn als je blij bent. En vervolgens ben ik gewoon gaan veel meer plantaardig gaan eten. Dus heel veel fruit en groenten ook. En ook ik ben ook vegetariër geworden. Ik eet veel vegan, maar niet altijd. Zeker niet altijd, maar wel veel. Ben jij een soort van vegan at home? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het lastiger omdat als ik weg ben ook allemaal te organiseren en te regelen. En thuis eet ik heel soms ook wel eens een eitje of iets of zo. Dus het is niet dat ik wil ook niet al te strikt erin zijn. Want ik heb dus gemerkt dat als ik heel strikt ben, dat soms tegenwerkt. Maar ja, gewoon zoveel mogelijk natuurlijk eten is denk ik sowieso heel goed. En daar heb ik redelijk mijn weg in gevonden nu, denk ik. Maar alsnog probeer ik dingen uit van, oh nou, hier reageer ik beter op, hier reageer ik minder op. Wat is iets waar jij echt lekker op gaat? He, want ik had laatst die podcast met Vera Koedoder. Yeah. Die zweerde bij de banaan. Nou, daar ben ik zelf natuurlijk ook wel van. Bananen, dadels vind ik fijn bij een wedstrijd. Sinaasappelsap vind ik fijn na een wedstrijd. En een beetje verder voor. Ja. Dat soort dingen. Maar ik weet ook, jij bent ook groene smoothies en dat soort dingen. Ja, maar niet zozeer bij een wedstrijd. Dus eigenlijk bij een wedstrijd eet ik altijd havermout als ontbijt. Ja, bij een wedstrijd is het echt, ook voor mij, simply the best. Dus of een liter sinaasappelsap en dan neem ik even later wat dadels. Ja. Of even een tros bananen. Of een tros bananen in de blender met een heel klein beetje citroensap. Maar simpel. Geen complexe dingen. Nee. 'S avonds kan het wel weer... Kan ik, nou, dan mag je echt maken voor me wat je maar wil. Dat eet ik echt allemaal op. Maar, Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om je darmen een beetje rust te geven. Of in ieder geval niet te zwaar te belasten. Want ja, de rest van je lichaam moet al zo hard werken. Dus als je darmen dan ook nog al dat eten moeten gaan verteren. Ja, dan kost dat allemaal energie die je op dat moment beter op andere plekken kan gebruiken, denk ik. Maar ik eet dus wel altijd havermout. Dat vind ik heel fijn, omdat me dat wel langzame, langdurige energie geeft. En dan ook met blauwe bessen en bananen. Altijd bananen. Ik eet er zoveel. Niet zoveel als jij, denk ik. Maar dan zeg ik tegen BM, heb je nog nodig van de supermarkt? Ja, bananen natuurlijk. Nu alweer. Ja, dat eet ik heel veel. Dus veel fruit ook wel, maar niet te dicht op de wedstrijd zelf. Dus ongeveer tot een uur van tevoren. En dan in de wedstrijd eigenlijk vaak gels of gewoon wel de sportvoeding van de ploeg. En dan daarna vaak wel een eiwitshake, waar je geloof ik ook niet zo fan van bent, maar dat zit er toch in. En een herstelmaaltijd, gewoon een fijne goede maaltijd met ook weer groenten en granen vaak. En dan s'avonds weer goed eten. Ja. En nu hebben we het over een wedstrijddag. Hè? Ik zal even checken of hij lekker loopt. Ja, hij loopt lekker. Maar als ik zeg maar 's ochtends met jou ga fietsen en ik doe 's middags nog een krachttraining. Ja. Dan kom ik al snel tussen de 3 en 4.000 calorieën uit. Ja, dat is heel veel. Ja. Zit dat bij jou ook zo? Ja, meestal rond de 2.000, 3.000 als ik die ik in mijn training verbrand. Ja.
Alleen al in je training, hè? Ja, precies. Dus dan heb je je basaal metabolisme daar nog bovenop. Ja. Ja. Dus, nou, als ontbijt eet ik zo al 1000 calorieën. Ja, daar heb ik echt geen moeite mee. Nee, totaal niet. Dus dat is vaak havermout met fruit. Ja. En nog wat chiazaadjes, lijnzaad, rijstwafels. Ik eet ook heel veel rijstwafels. Dat vind ik heel fijn. Wat doe jij daarop? Ik vind het lekker met avocado. Ja, avocado soms, banaan. Ja, banaan weer. Banaan weer. Hummus soms. Ja, wat die ik ook lekker zelf vind is... wij kopen dan van die maiswafels met spirulina. Die zijn tikkie zout. Ja, dat vind ik ook lekker. Ja. En dan met... dit is wel echt alleen, denk ik, geschikt voor mensen die flink veel calorieën verbranden. Want het zijn echt calorieënbommen. Ja. Maar dan met dadels en tahini. Ja, dat is ook echt heel lekker. Ja, tahini is ook gewoon heel lekker. Ja. Ja, en ik vind het dus fijn om die hummus dan bijvoorbeeld ook weer zelf te maken. Het is altijd gewoon kikkererwten met tahini en een beetje citroensap. En wat kruiden. En dan, dus dat eigenlijk. En op de fiets eet ik altijd zoveel mogelijk bananen, maar het ligt er een beetje aan hoe lang ik ga. Meestal moet ik ook wel wat reepjes meenemen, anders ik kan niet een hele tros bananen in mijn achterzak meeslepen. En eigenlijk in mijn bidon altijd water, maar ja, het is . Jij doet tijdens de trainingen vaak water in je bidon, toch? Is dat gewoon ter bescherming van je tanden? Ja, dus inderdaad, ik merk dat mijn tanden, die kunnen echt niet goed tegen al dat zoete. En ik hou gewoon zoete, echt... Zoete, dat bedoel jij op die jelletjes en reepjes . En dorstlesser. Dus ja, in de wedstrijden drinken we altijd gewoon dorstlesser, wat gewoon een soort siroopachtig iets is. Ja. Suiker met mineralen. En dat vind ik niet zo fijn. Ik heb daardoor ook echt eerder gaatjes bij de tandarts en zo, omdat gewoon mijn glazuur eraan gaat. Maar nu heb ik wel weer een nieuw trucje ontdekt, wat ik heel prettig vind. Ik ga regelmatig, 's ochtends, dan spoel ik mijn mond met sesamolie. Dus dan neem ik dat in mijn mond en dan ga ik gewoon mijn mond spoelen voor een kwartiertje of zo daarmee. En dan, daarna dan tuf ik het weer uit. En dan spoel ik mijn mond met water nog een keer daarna een paar keer goed. En dit, ja, dat heb ik uit de Ayurveda dan weer meegenomen. En daardoor blijven eigenlijk dat bindt de slechte bacteriën in je mond en in je tandvlees. En de laatste keer dat ik bij de tandarts kwam, zei hij... Zo, jij bent goed aan het stoken. Jij doet goed onderhoud aan je tanden. Ik dacht, ik stook nooit. Maar het helpt dus wel goed. Dus daar ben ik blij mee. En mijn tanden worden er minder gevoelig van. Dus dat is prettig. Ik zou normaal zeggen tip van Flip. Maar dit is dus de tip van Ellen en de Ayurveda. Ja. Nee? Ja. Dus dat. En dan, dus dat doe ik al in de training. En dan na de training, dan maak ik eigenlijk altijd mijn groene smoothie. Omdat die dan lekkerder valt, vind ik vaak. Met fruiten door en ook weer wat zaadjes soms, pitjes. En ook kruiden en spinazie, et cetera. Dus een beetje spirulina, gember, bla bla bla. En dan als ik dan nog extra honger heb, soms ook gewoon een boterham met avocado of zo, zoiets dergelijks. En dan s'avonds maken we vaak een curry of eten we wraps of dat soort dingen. Ja, dat soort... Klinkt lekker! Ja, het klinkt ook een beetje zoals het bij ons gaat. Ja, ja. Wij doen dan, het klinkt heel erg vergelijkbaar. Ja. Ik doe dan geen brood. Nee. En, maar want als je alleen... Jij eet echt een smoothie, dat vult jou altijd helemaal. Nee, ik heb soms ook wel dat ik daarna... Denk van, of dan die maiswafels met avocado of... Ja, dat doe ik soms ook alleen maar. Soms maak ik ook gewoon nog even een bak havermout, hoor. Dan denk ik ook wel eens. Ja. Want als de bananen echt goed zijn, dat is echt een groot verschil van wanneer de bananen net niet goed zijn. Ja. Dus als het fruit echt goed is, nou, dan kom je echt een heel eind met fruit. Ja. Maar als die het net niet zijn... Ja, want dat vond ik wel interessant om aan jou te vragen inderdaad ook. Want ik geloof zeker dat als ik zo'n smoothie eet met groente en fruit, dat is waar mijn lichaam blij van wordt. Ja. En dat is het beste voor mijn herstel. Maar ik mis toch soms gewoon wat. Ik heb het idee dat het niet voldoende is als ik zoveel train. Dat ik gewoon iets extra's nodig heb. Ja, klopt. Dat heb ik ook, hoor. Ja. En ik heb ook het idee dat als je goede bladgroen, kruiden en kiemen zeg maar door je smoothie doet, dan wordt het ook alweer anders. Maar dan mis je toch een beetje die zoutigheid. Ja. En we hebben op een of andere manier toch best wel veel ook die zoutigheid nodig. Dus dan ga ik avocado's met kikkererwten of zeewier. Dat vind ik dan heel lekker. En zeewierchippies. Ja. Van die, ken je die velletjes? Die die plastic bakjes waar dan van die velletjes op een rijtje in liggen. Ja. Nou, dat eten wij echt heel veel. Die bestellen wij per doos. Ja. En
ja, dat. En, of toch even wat maiswafels. Of, ja, ja. Maar ik redeneer gewoon zo, als die basis voor mij goed is. Ja. Dus ik heb een groene smoothie en ik heb een groot glas jus. Of ik pers nog een glas jus. Ja. En ik heb veel fruit gegeten en er zitten weer veel bessen overal en alles bij. Oftewel, ja, als ik denk, nou, die basis die je zegt, die is gewoon helemaal top. Ja, ik eet gewoon dan waar ik zin in heb. Ja, dus als, ja, ik voel van, ja, er moet nog eventjes, moet nog even wat stevigs bij, ja, dan doen we dat. Of wraps, hoorde ik jou ook zeggen. Denk, ja, ik, oh ja, dat doe ik ook. Ja, ja. Die wraps en die grote gooi ik dan helemaal vol. Maken, ja, ja, ja. En of kikkererwten vind ik ook goed vullen. En dan, ja, doe ik dan ook bladgroen en avocado doorheen. Ja, linzen soms. Ja, ja, ja. En, maar ik vind ook, ja, dat ga ik dit zeggen. Maar wat ik dus ook lekker vind is kikkererwten met banaan, ja, en tahini. Oh ja. En dan, en dan ook nog dadels. Oh ja. Dus dan is dat zout en zoet en dan, ja, doe ik daar een grote bak van. Oh, nou, dat klinkt wel heel lekker. Ja, het, ja, is ook echt lekker. Ja. En heel veel mensen denken echt, oeh, wat is het voor combinatie. Maar wij eten ook meloen met ham. Ja, wat, ja, ook dat zoete en dat zoutige is, ja, dat hartige. Ja. En dit is eigenlijk, vind ik, daar de gezonde variant van. Ja, 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 vind ik echt. Klinkt heerlijk. Maar, ja, want waar ik dus ook nog wel eens mee struggle, ik vind chocola gewoon heel lekker. Oh ja, ja. En ik ben echt gewend om na het eten vaak gewoon even een stuk pure chocola of gewoon lekker stukje chocola. En daar heb ik wel heel veel moeite mee om dat af te leren. Maar waarom zou je dat willen afleren dan? Nou, omdat het niet heel goed is, toch? Ik doe het niet, omdat ik ben zo'n gevoelig typie. Dus, ja, als ik dan nog echt chocola ga eten, dan kan ik s'avonds nog een boek gaan schrijven of nog een blog. Ja, ja. Terwijl, dan is het voor mij juist handig. En ik geef nu ook borstvoeding en dan denk ik, dat is ook niet handig voor haar, dat zij even zo'n injectie krijgt. Ja. Maar daar heb je, en dan heb ik direct een leuke cadeau voor je. Ja. Daar koop ik namelijk potten van. Dat is karobepoeder. Dat, okay, smaakt naar chocola, ja, maar daar zit niet die oppeppende werking in. Dat is eigenlijk gewoon een peulvrucht, bedacht door moeder natuur, die naar chocola proeft. Oh, klinkt en als je dat, ja, als je dat in de blender doet, met avocado, banaan en dadels, ja, en flink wat van die karobepoeder, en je zet die keukenmachine even aan, ja, en je versiert dat met wat chiazaad en klein gesneden munt, nou dan... Dan dat is, ja, echt heerlijk. Ja, ja, ja. Oh, dat is leuk om te proberen. Ja, ja, ja. En dat is ook nou typisch zo'n gerecht als ik denk, ik heb meer nodig. Ja. Dan maak ik echt gewoon zo'n bak met zo'n klodder. Ja. En zitten, ja, oh, dat. Ja, ja, dat klinkt thee heerlijk erbij. Nou ja, en dat is echt iets waar ik soms best wel lastig vind. Want ik wil niet de hele tijd te veel eten. Maar soms dan blijf ik toch gewoon onverzadigd. Of nou, onverzadigd denk ik, ja, ik wil toch meer. Ik heb, ja, gewoon, maar, ja, oh, helemaal op die koude dagen als dit. Ja, ja. Je verbrandt wat, hoor. Ja, ja, en zeker helemaal als we dan wat met die jongens gaan zitten beuken. En, ja, we fietsen weer veel te hard. Ja, ja. Nee, dan moet je wel flink eten. En je zei nog iets wat mij ook nog... Oh ja, en wat ik ook veel eet, is van die gedroogde vijgen, ja, en dadels. Dus ik kan echt een kopje thee pakken en echt even een bakje dadels. Ja, en dan, want dat koop ik dus ook wel, gewoon van die bakken dadels. En dan, ja, als ik er dan één eet, ja, dat lukt me ook niet. Dan eet ik er wel vijf meestal. Maar dan, ja, maar ja, ik neem altijd een hele grote bak. Ja. En dan ga ik gewoon eten. En wat ik zo grappig vind... Dat mijn lichaam zegt het wel. En soms, ja, dan ben ik na één al, dan denk ik, goh, ik moet ook echt geen dadels meer hebben. Ja. En soms dan, ja, dan heb ik na 10 dat ik dat signaal pas krijg. En dan denk ik, nou, ik zal het wel nodig hebben. Ja, en dat vind ik wel mooi, dat jij echt dat vertrouwen hebt. Want daar struggle ik zelf nog wel eens mee. Dan denk ik, ik mag echt niet te veel eten. En dit mag helemaal niet, weet je wel. Oh, ja. En dan krijg ik, oh, ja, weer dat, ik wil het wel, maar het mag niet. En ook neem het toch. En dan krijg ik weer een schuldgevoel. En dan neem ik nog wat. En dat vind ik soms echt wel lastig. Dus... Oh ja, ik draai hem helemaal om. Ja. Ik mag alles. Zoveel, ja, ik wil, waar ik wil, wat ik maar wil. Al had ik zin in biefstuk. Ja. Weet je wel, ik mag echt alles. Ja. En ik ga echt altijd eventjes voelen van... Waar dien ik mijn lichaam echt mee? Ja. En waar heb ik nou echt behoefte aan? Want soms kan het ook zijn dat er een bepaalde leegte is die ik veel beter met een knuffelsessie met Mitchell kan oplossen, ja, 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 dan, ja, ja, met een bak dadel, zeg maar. Ja. Dus ik ga ook echt altijd even checken van waar dien ik mijn lijf echt het meeste mee. Ja. En wat mij ook heel erg veel vertrouwen heeft gegeven, nou, ik ben nu al 180 jaar dit gewicht. Ja, nou, maar dat is toch fantastisch. En, ja, en dus ik heb ook wel eens, want vroeger at ik eigenlijk niet voordat ik ging slapen. En nu zeg ik, want
ja, weet je, dan denk ik, ik ga tukken. Ik kan morgen weer zoveel eten als ik wil. Yeah. Het is wel even best. Yeah. Maar ik had ook helemaal topsport en dan borstvoeding dat ik tegen Mitchell zei. Ja, ik moet echt nog even een paard opeten, want yeah. anders gaan we morgen niet halen. Nee, ja, dat kost heel veel energie natuurlijk. Dus dan eet ik dat toch op. En dan ga ik bijvoorbeeld 's ochtends op de weegschaal staan en denk ik, nou, het is maar goed dat ik gisteren nog heb zitten bunkeren. Want anders was het nog verder gezakt bijvoorbeeld. Yeah. Dus dat geeft mij ook het vertrouwen. Mijn lichaam, ja, dat liegt gewoon niet. Nee. Dat is mij niet aan het pesten of aan het manipuleren of aan het dwarszitten. Nee, dat is met mij aan het communiceren. Ja. En we zijn echt een team. Ja. En we willen beiden hetzelfde, namelijk energiek wakker worden en lekker kunnen doen wat we willen doen. Ja. Want wat er namelijk gebeurt als je zegt, ik wil het wel, maar ik mag het niet, dan ontstaat de strijd. Ja. Dan ontstaat de strijd en dan komt dopamine ook in het spel en dan lijkt het wel alsof het nog harder naar je gaat schreeuwen. Ja, ja. Terwijl ja. als je gewoon zegt, ja, ik mag alles en wanneer ik maar wil, dan wordt het natuurlijk ook even de vraag, want ik heb wel 3 van die bakken dadel staan. Ja, 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 ja. ja. ja dus je zou ze ook allemaal op kunnen eten. Ik mag ja. ze allemaal opeten. Ja, maar ja, wil ik dat? Ja. Dien ik ja. mezelf daar echt mee? Maar heb je nooit een schuldgevoel dan als je gegeten hebt? Nee, dat heb ik helemaal achter me gelaten. Lekker zeg. Ja, ja. ja. En ik eet dus ook ja. wel eens lekker gewoon. Ja, maar weet je wat het ook is? Dat heb ik allemaal ook moeten leren. Zo van... als ik gewoon even lekker iemand anders laat koken. En dat is niet helemaal Janneke-proof. Maar yeah. dat is wel helemaal plantaardig. Yeah. En ik smikkel daar erg lekker van. Yeah. Oh ja, dan voel ik me eigenlijk nog steeds hartstikke goed. Ja, yeah, ja. Yeah. En zo precies komt het nou ook weer niet. Nee. En dat hoor ik ook terug bij jouw trainingen. Ja. Yeah. Van, tuurlijk hebben we een schema. En tuurlijk hebben we richtlijnen. Want yeah. Als we een voetbalveld zouden hebben zonder goal en zonder lijnen. Ja, dan zou er geen spel mogelijk zijn. Nee. Dus ik blijf binnen het plantaardige. Ja. Yeah. Yeah. Dat zijn mijn lijnen. Ja. Yeah. Maar, ja, weet je. En als ik dan superveel fruit heb gegeten en bladgroen en kruiden en kiemen. Nou ja, dan doe ik het al zo goed. Ja. Dan, ja, Benjamin heeft daar voor mij de 90% regel voor geïntroduceerd. Oké. Okay. Aangezien ik dus best wel ver kan gaan in alles moet zo en zo en zo en 100% goed. En dan kan ik me soms enorm verliezen in die laatste 10%. Dus dan denk ik, ja, ik heb, als we het nu over eten hebben. Nou, ik heb alles goed gegaan, maar nou zit ik toch weer die chocola te eten. En het is nog Tony Chocoloni ook, dus het is niet eens pure chocola. Ja, shit, alles weer voor niks geweest. Kan ik daar heel destructief in denken. Van okay. helemaal me daardoor negatief laten beïnvloeden. Dit is dan een voorbeeld over voeding, maar dat gaat juist bij mij heel vaak over training of over dat ik net één training niet helemaal het wattage haal wat ik wil bijvoorbeeld. En dan zegt hij, ja, maar jij wil alles 100% goed doen. Maar 100% goed doen, dat bestaat niet. Je kan niet alles perfect doen. Ja, ik dus zeg altijd, je bent geen robot. Het is eigenlijk heel simpel. Je bent geen robot. Nee. Je blijft een mens. Ja. Onderhevig aan weer, wind, emoties, invloeden van buitenaf. Ja, ja. En er is altijd wel iets wat dat beïnvloedt. Dat het nooit 100% perfect is of perfect is zoals jij in je hoofd hebt. En dan zegt hij, je kan beter voor 90% gaan. Dus denken, oké, 10% of wat dan ook. Dat doe ik misschien niet goed. Maar dan eindig je waarschijnlijk ook op die 90%. Maar als jij op die 100% gaat zitten, dan eindig je waarschijnlijk op 80%. Omdat het je zoveel negatieve energie kost, dat je opvreet over wat je volgens jou niet perfect gaat. Dat veel meer kost als dat je gewoon denkt, nou, ik ben niet perfect en ik doe het een beetje zo. Dat levert veel meer op. En mijn trainer Jozo dan, die haakt daar dan vaak op in. Die zegt altijd, Ellen, you are in the range als ik naar een wedstrijd ga. En dan bedoelt hij dat ik dus heel goed ben. En dat ik, ja, misschien ben ik 80% van mijn best, misschien ben ik 100% van mijn best. Nou, ergens in die range zit ik. En als ik in die range zit, dan kan ik winnen, maar ik kan ook 30ste worden. Maar dat heb ik niet allemaal zelf in de hand natuurlijk. Dus als ik in de range ben, dan kan het, zeg maar. En die range is vrij groot. Dus niet alles hoeft 100% perfect te zijn om te kunnen winnen of om gezond te kunnen zijn of wat dan ook, denk ik. Ja. Nee, helemaal eens. Mooi. Want ik had als vraag opgeschreven de 5 belangrijkste lessen van Benjamin. Ja, we hebben er al een paar te pakken. Dus dat is de 90-10 regel. Ja, ja, of de 80-20, weet ik hoe je het wil noemen. Maar niet altijd naar de 100% perfectie streven. Ik zeg ook altijd, don't let perfect the enemy of the good.
Er zijn zoveel mensen die door dat perfectionisme helemaal tot stilstand komen zelfs. Ja. Hè? Van ja, het is niet perfect, dus dan doe ik maar niet. Had ik vroeger ook wel een handje van. Ja. Ik kan geen 12 kilometer rennen, want daar heb ik geen tijd meer voor. Ja. Dus ja, dan ren ik wel niet. Ja. Ja, hoe belachelijk. Ja, hoe belachelijk. Ja. En nu, ja, misschien leer je dat ook extra als moeder. Maar ja, weet je, dan is het maar een keer 6 kilometer. Ja. En 2 keer 6 kilometer is ook 12. Ja. Dus, en als je niet gaat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Dus, don't let perfect the enemy of the good. Nou, die hadden we al. Ja. En, maar ik weet ook, hij gaf jou ook een heel mooi inzicht. Dat was in Australië. Ja, klopt ja. Dus ja, nu komen we mooi bij het laatste prestatie die we nog moesten bespreken. Dat is de afgelopen WK tijdrijden. En daar voelde ik natuurlijk die druk. Want ik was dus vorig jaar kampioen geworden. En ik dacht, ja, nou, weer een WK, moet ik mijn titel verdedigen. Dus ik had daar eigenlijk al helemaal geen zin in. Ik dacht, helemaal naar Australië, moest alles regelen. En ook nog heel veel zelf regelen en organiseren en daarvoor doen. En ik dacht, kan ik het niet overslaan, inderdaad. Ik had er eigenlijk, als ik kon, had ik het overgeslagen. Maar ergens dacht ik toch ook, ja, het is ook gewoon mooi. En ik ga er gewoon voor. En ik voelde me ook gewoon, ik ga daarheen. En ik bereid me zo goed mogelijk voor en ik zie het wel. Is dat ook een beetje trots? Want ik heb ook zoiets van, ja, kom op. Je moet ook je titel verdedigen. Ja. En ja, weet je, dat is ook voor de aanvaller gaaf, weet je wel. Van, ik ben er en je mag me verslaan. En als je dat lukt, nou, chapeau. Ja. Maar ik ga er ook alles aan doen om die titel te verdedigen. Een soort van sport. Nou ja, goed dat. Ja, het is heel raar om natuurlijk niet. Het is nooit heel serieus in me opgekomen om er echt niet heen te gaan. Maar ik had er nooit een gevoel bij van, wow, ik ga naar het WK en ik ga daar weer eens even laten zien wat ik kan of wat dan ook. Ik had echt inderdaad zo'n gevoel van, nou, ik weet het niet. En maar ik voelde me ook wel verplicht om er wel heen te gaan. Ja. En ook, ja, je gaat je niet zomaar je titel laten afpakken. Dat is ook weer zo. Heel ander parcours, lag me niet zo. Heel veel bochten, heel veel op en af, heel veel interval en niet mijn favoriet. Nou, in de aanloop daarnaartoe kreeg ik heel veel last van rugpijn. En dat heb ik al vaker als ik veel stress heb. Dan gaan mijn spieren allemaal verkrampen. En dan straalt het uit naar mijn benen. En dan kan ik opeens geen kracht meer geven. Dus 3 dagen voor de tijdrit doe ik mijn laatste belangrijke training. En dat is echt een hele, hele zware training. Dan moest ik, geloof ik, 6 intervallen van een minuut of 7, 6 doen. En na de tweede, derde, ja, ik kapte ermee. Ik kon niet meer, ik ging in het gras zitten. Ik kon niet eens meer normaal fietsen. Ik kon niet eens de helft van mijn vermogen leveren wat ik moest leveren. En ik had zo'n pijn in mijn rug en in mijn been. Ja, ik zat in zak en as. Ik wist het echt niet meer. Dus dat was echt een dieptepunt. En dan zit ik hier in Australië in mijn eentje in het gras. Wat doe ik hier, weet je wel. Ja, ik heb heel vaak dat soort momenten wel voor belangrijke wedstrijden. En misschien heb ik ze juist wel een soort nodig. Maar uiteindelijk. Ja, want het brengt je weer terug naar jezelf. Zo klinkt dat. Ja, en het brengt je ook een soort terug naar helemaal van, ja, ik kan nu echt helemaal niks. Dus alles is mooi meegenomen. Wat er nu toch nog uitkomt of zo. Ja, ik weet niet precies of het een functie heeft. Of ik het op mezelf afroep of wat dan ook. Maar ik zat in ieder geval goed in de stress. Ja, en ik had het echt niet naar mijn zin. Nou ja, dan bel ik natuurlijk met BM in. En dan ga ik huilen. En ja, dat soort dingen helpt niet. Maar het helpt wel in de zin dat ik mijn emotie uit. En dat ik mijn spanning eruit laat. En hij luistert. En mijn trainer. En er komen natuurlijk specialisten. Dus de manueel therapeut kijkt ernaar. De masseur, et cetera, et cetera. Veel rusten, veel mediteren, rustig worden. En continu die onzekerheid van als ik maar in die wedstrijd gewoon mijn vermogen kan leveren, als ik maar gewoon kan trappen, dan is dat eigenlijk mijn enige zorg nog, in plaats van wat doet de concurrentie, wat doet de rest, als ik maar mijn ding kan doen daar. En vervolgens hebben we de avond van tevoren, bel ik eerst heel lang met mijn trainer Jozu en neem het hele parcours door en alle precies waar ik welk vermogen moet leveren. Ik heb die tijdrit echt perfect voorbereid. Ik ken elke meter, ik ken alles daar. En we hadden gewoon een heel leuk gesprek. We hadden zoveel lol samen en we hadden we keken terug naar het jaar daarvoor, dus Brugge, waar alles echt fantastisch was, wat een sprookje was voor mij en ook voor hem. Hij vond het ook fantastisch. En we keken dat filmpje weer samen. En we zaten gewoon helemaal zo van, wauw, was het gaaf en wat is het mooi. En het was een heel leuk gesprek.
En vervolgens bel ik Benjamin en ook vrolijk en oh, superleuk. En die, ja, die heeft het gewoon over allerlei domme dingen waardoor ik moet lachen. En niet over die wedstrijd zelf. Maar ja, en dan opeens dan overvalt me zo'n intens gevoel van gelukzaligheid. Van wauw, wat ben ik gelukkig met mensen om me heen. Met, ik heb dus die wereldtitel al vorig jaar. Ik heb een fantastische vriend. Ik heb een heerlijke familie. Ik heb vrienden. Ik heb een hartstikke toffe coach. Ik heb het zo naar mijn zin eigenlijk in het leven. En ja, ik weet nu uit ervaring, wat er morgen ook gebeurt, dat verandert niet. Het is onvoorwaardelijk, zeg maar. Dat gaat echt niks veranderen in mijn leven. En dat besef, nou, ik werd er zo rustig van en ik voelde me zo vrolijk. En ook die dag daarna in die tijdrit, ik ging daar naartoe en ik dacht, ik ben gewoon vrolijk. In plaats van dat ik andere jaren daar met zo'n strak gezicht voor de start stond en alleen maar nog net kon ademen van de spanning. En nu dacht ik, ja, mijn leven is gewoon goed. Ik ga hiervan genieten. Ik zat liedjes mee te zingen en ik ga ervoor. Ja, misschien rijd ik podium, misschien niet. Ja, het zou jammer zijn, maar mijn leven is mijn leven. En dat is eigenlijk gewoon fantastisch. En ja, dat ik dat geluksmoment had op dat moment, ja, dat was wel heel welkom. Want daardoor kon ik vanuit een super ontspannen manier gaan presteren. Ja, ja mooi. Wat gaaf zeg. Ja, het was ja, een hele mooie ervaring ook. Ik wil wat zeggen, maar dan denk ik, oh, dan doe ik het ook weer af. Want je zegt het zo mooi. Omdat het zo herkenbaar is bij mij. Yeah. Dat op een gegeven moment ging bij mij die klik om. Van ja, weet je, of ik nou als eerste kom, als over die finish kom, of als laatste, yeah. Weet je, Mitchell, die vindt het altijd fantastisch. Ja, 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 en het definieert je niet als persoon op dat moment. En je leven niet. En mensen gaan ook niet ineens, nou, nu wil ik niet meer met je praten hoor, ja. Want je bent nu laatste geworden. Of ja, nu ga ik je boek niet lezen, want ja, geen eerste, maar vierde. Ja. Nee, dat zijn allemaal mindfucks. Ja. Dat is niet zo. Nee. Dus, en dat... Dat ja, als je het nu ook hardop zegt, dan denk je hoe dom eigenlijk. Ja, precies. Als je maar het zelf toch... uitspreekt, dan denk je, maar hoezo denk ik dat dan? Ja, ja, maar die klik, dat was voor mij ook belangrijk. Dat je echt eventjes van, oh ja, het is gewoon spel. En ik vind het gewoon leuk dat als dat startschot gaat, ja. Dat om er alles aan te doen om als eerste over die streep te komen. Maar dat is het ook. Dat is het ook. Ja. Hoe belangrijk het ook is en hoe serieus we het ook allemaal nemen. Ja. Uiteindelijk is het spel. Ja, en die relativering is denk ik nodig. Maar natuurlijk niet, zeg maar, in de voorbereiding doe ik er natuurlijk wel alles aan. Dus ik heb niet altijd die relativering. Heb jij dat, kan jij het wel, zeg maar, oproep, ja. Zeg maar? Of? Nee, maar ik snap helemaal wat je zegt. Maar dat is natuurlijk, als ik ga zeggen van het heeft geen zin. Nee. Ja, dan hoef ik ook mijn bed niet meer uit te komen. Nee. Dus dat is inderdaad een dunne scheidslijn. Maar dat heeft er ook mee te maken, en dat hoor ik bij jou ook terug. Het is ook heel leuk. Ja. Ik bedoel, hè, gisteren ook, daar fietsen we daar met een groepje. En ja. We zijn lekker en die zon komt op. En ik kom dan thuis en dan denk ik, ik was helemaal in de flow. Ja, ja. Weet je, ik heb nergens aan gedacht, geen zorgen, helemaal niks. En 's middags ga ik dan naar de CrossFit, ontmoet ik een hartstikke leuke meid. Hele leuke workout. En dan zit ik ook in de auto en dan denk ik, grappig. Ik ben alleen maar bezig geweest met dat roeihaaltje en dat fietsbewegingje en dat stangetje op en neer. Dan denk ik, hoe prachtig. Ja, dat is fantastisch. Dus, en ook op de wetenschap, ik zou me anders helemaal doodwerken. Nou, dat werkt natuurlijk ook niet. Nee. Dus het is ook een soort van liefde voor de sport en liefde voor het moment. En een liefde voor de verbinding. Ja, dat wij met elkaar fietsen en met die anderen. Dus het is ook sociaal. Ja, zeker, zeker. En ook, dat is dus een beetje de levensles, denk ik, van Benjamin. Dankbaarheid. Gewoon dankbaar zijn voor wat je allemaal al hebt. En natuurlijk streef je naar om iets anders te bereiken. Of nog meer, of nog beter, of wat dan ook. Maar kijk gewoon eens om je heen wat je al hebt. En dat is niet alleen in de stofsport of qua prestaties. Of ook niet alleen maar qua mensen om je heen. Of luxe, of wat dan ook allemaal. Maar ook al bedenken. Hij zegt heel vaak, we hebben zo'n mazzel, Ellen, in ons leven. Wij zijn geboren in Nederland. We hebben hier alle kansen. We kunnen alles worden wat we willen. We hebben zoveel vrijheden, zoveel mogelijkheden. Ja, al waren wij in Syrië geboren of wat dan ook. Nou, dan had ons leven er echt niet zo uitgezien. En dan heb je gewoon niet in de hand. Dat is gewoon mazzel. Ja. Ja, leuk. Ja. Mooi.
Hebben we dan even kijken, want de 5 belangrijkste lessen van Benjamin... Ja, 5 is wel veel. Oké, okay, ja, want ja, jij hebt hem als vriend. Wij moeten het eventjes zo doen. Ja. Dus 80-20, dankbaarheid. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk super dat hij dat zegt, want je kunt nooit dankbaar zijn en tegelijkertijd boos. Of spijt hebben, of stress hebben. Als je dankbaar bent, je hele chemie reageert daarop. Dus ja, inderdaad. Ja. En wat ik ook nog terug hoorde bij hem is, ja, dat is eigenlijk die 80-20 of die 90-10. Ja. Ik denk ook altijd, als die basis staat, ja, en dat is ook weer de paradox, die details, ja, het doet het toe. Je moet echt wel je perfecte zadel hebben en je perfecte pak en je perfecte afstelling en goede lucht in de banden. Dat klopt ook, dat is ook allemaal belangrijk, maar tegelijkertijd... ook weer niet op een of andere manier. Nee, ik heb dat wel echt geleerd door dat coastal roeien. Dat is een beetje het mountainbiken van het fietsen. Mm-hmm. Ja, weet je, ik heb ook wel eens met iets te lege banden geroeid, om het maar even zo te zeggen. En dan kom je echt ook nog wel een eind, hoor. Ja. Zo precies komt het ook weer niet. Nee, dus je moet kan ook je daar gewoon eens in de beuken. Ja, ook gewoon de beuk erin en niet zo moeilijk doen. Nee, en ik denk dus dat inderdaad dat dan je koppie meer verschil maakt dan uiteindelijk die optimalisatie. Maar dat voelt tegelijkertijd ook heel... Ik heb daar heel veel moeite mee, want als topsporter ben je dus de hele tijd met die laatste 10% bezig om alles te optimaliseren en alles op het hoogste niveau te doen. En dan op eens moet ik eigenlijk ook tegen mezelf zeggen, ja, maar laat dat nu maar even los. Het maakt nu niet zoveel meer uit. Dat voelt zo tegenstrijdig. Ja. Maar als het lukt, dan pas gaat het allemaal stromen. En dan pas gaat het, dan komt het eigenlijk pas. Dus dat, ja, nou, dus... En dan is het ook gewoon even terugdenken. Want dan ga ik denken van, nou, ik heb ook wel eens gewonnen. Was mijn voorbereiding toen perfect? Nee, was ook niet perfect. Oké, dus ik kan zonder een perfecte voorbereiding winnen. Ja. Maar toen heb ik ook gewonnen. Was perfect? Nee, was ook niet perfect. Dat is grappig. Perfect toch eigenlijk? Oh, grappig. Dus ik heb al heel veel voorbeelden voor mezelf dat het allemaal eigenlijk kut was en helemaal niet perfect en dat ik toch won. Oh, grappig. Het hoeft dus niet perfect om toch te kunnen winnen. Ja. Nou, relax, kan ik weer ontspannen. Ja. En wat ik ook heel vaak tegen mezelf zeg van, dat is een beetje spiriwiri. Maar dan denk ik altijd, die winnaar, dat is al bekend. Dat is al besloten. Dat is al bepaald. Dus ja, daar hoef ik ook helemaal niet mee bezig te zijn. Nee. Dus gewoon naar die start. En dan gewoon erop vertrouwen dat die hormonen bij mij wel weer vrijkomen. Nou, die geven me echt altijd een extra injectie. Ja. Ja, en dan gewoon lekker racen, lekker spelen. En dan hoor ik ook weer wat je zegt, is dat je weer helemaal op jezelf focust. Dus dat je niet met het resultaat bezig bent, omdat je zegt, dat is niet in mijn handen. Nee, maar alleen maar wat ik zelf hier doe eigenlijk. Ja. En dat is toch wel de sleutel tot succes, kunnen we wel concluderen. Leuk. Nog een levensles kan ik nog wel. Ik heb er nog eentje bedacht. Ja, super, delen. Ja, hij is heel erg van plannen maken en dromen. Wat wil je echt? Dus ga bij jezelf naar waar krijg je energie van? Wat wil je echt? En dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, een werelduurrecord aanvallen. Dan zeg ik, maar ja, Trek heeft geen baanfiets en er komen zoveel mensen bij kijken. En het is zo'n lang project en ik ga meteen allemaal dingen bedenken waarom het niet zou kunnen. Zegt die Ellen, ho, stop, creatieve fase. We gaan niet in beperkingen denken, we gaan eerst helemaal blank. Alles is mogelijk, echt alles is mogelijk. En hierna pas komt de praktische fase en dan gaan we oplossingen bedenken voor dingen die echt een probleem zijn. Maar er moet eerst een creatieve fase zijn waarin je nul beperkingen hebt. En dat, dat leer ik ook wel echt van hem. Want dat zit niet echt van nature in mij. Ik denk al heel snel, ja, maar. En dat is gewoon zonde. Ja, wauw. Mooi. Dankjewel, Benjamin. Helemaal met hem eens. Ja, echt. Het is echt altijd een van de eerste vragen die ik aan iemand stel. Ja. Zo van, alles mag, alles kan, alles lukt. Geld groeit op je rug. Ja. Nou, ga los. En hoe, alsof mensen dan een pad moeten inslaan in hun brein, waar ze letterlijk al 10 jaar niet overheen hebben gelopen. Dus dat is zo moeilijk. Ja, ja. Terwijl als je praat over wat je wel wil, dan ga je dat ook zien. Ja. En dan wordt het ook je werkelijkheid. Ja. Uiteindelijk. Ja. Want je hebt het geflikt gewoon. Ja, als je het maar graag genoeg wil. En als je er dan, ja, soms moet je, wat jij ook zei, soms moet je even doordrukken en even dat gas erop. En soms moet je bepaalde dingen ook even laten. Maar, en dat is soms een beetje moeilijk aanvoelen. Maar toch weet je vaak intuïtief wel een beetje wanneer je echt even erdoor moet gaan. Ja. Met jouw fiets. Hè, ik wilde heel graag toevallig precies die fiets. Ja. Was het echt even lean back. Niet forceren. Niet nu. Ja. Maar moeten die perfecte fiets vinden. Want ik wist gewoon, hij komt. Hij komt. En toen had ik hem ook nog voor een mooie vriendenprijs. Nou, ik lachte natuurlijk iedereen uit. Dat was helemaal super. Ja.
En soms moet je even doorbeuken. Dat ook. Ja, en dat voel je wel. Zonder dat kom je er ook niet altijd. Even kijken. Ik heb toch nog opgeschreven. Want, oh jee, heb jij nog even? Ja, ik denk het wel. Oké. Want ik ben ook nog even nieuwsgierig naar je belangrijkste blessure. En dan in de zin van je meest leerzame blessure. Interessante vraag. Nou, als je zegt belangrijkste blessure, denk ik wel meteen aan mijn bekkenbreuk in 2019. Ik brak mijn bekken in 2019. Door een harde val? Ja, door een harde val in een wedstrijd. En nou ja, ik kon dus een tijdje echt niet lopen. En ook mijn bovenarm erbij. Dus ja, ik kon in mijn rolstoel kon ik ook niet zoveel. Maar op een gegeven moment bedacht ik al, oh ja, als ik achteruit ga, dan kan ik met één voet kan ik toch mezelf een beetje vooruit krijgen. Dus ja, ik vond het leuk om te merken dat je hele perspectief verandert. Je kan helemaal niks meer. Dus alles wat je opeens wel kan, is mooi meegenomen. Ik werd helemaal blij dat ik in mijn eentje een blokje om de huisjes in mijn buurt kon. Wel ja, normaal denk je, maar goed. Maar goed, dat vond ik leuk om te merken. Maar wat heel belangrijk was aan die blessure, hij gebeurde net voor het WK. En op dat WK was het selectiemoment voor de Olympische Spelen in Tokio een jaar later. Ik ging dat WK niet rijden, want ik zat in mijn rolstoel. Dus daar heb ik heel veel moeite mee gehad, echt heel veel. Want ja, de concurrentie in Nederland is moordend met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en ik. Ja, het jaar daarvoor werden we 1, 2 en 3 op het WK. Dus ja, dan weet je dat het mogen er maar 2 naartoe. Dus ja, dan moet er 1 afvallen. En op dat moment viel ik automatisch af, of viel ik letterlijk af eigenlijk. En dat heeft mij heel veel moeite gekost. En ook meerdere keren gevraagd, krijg ik nog een kans om een keer te laten zien, et cetera, et cetera. Nou, dat kwam niet. En die Olympische Spelen in Tokio heb ik dus ook met heel veel pijn in mijn hart moeten kijken. Dat vond ik zo moeilijk, want dat is ook nog steeds een droom van mij, om daar een Olympische medaille te halen. Zeker nadat het mis was gegaan in Rio de Janeiro. En die pijn heeft... Die is er gewoon. Maar goed, dat mag er ook zijn. Want dat is gewoon iets wat aan mijn hart gaat. Maar vervolgens kreeg ik daar ook wel weer een enorme boost van. Van ja, ik wil nu dit WK, wat er hier achteraan komt, ga ik toch nog eens even laten zien wat ik wel kan. En dat denk ik elk jaar wel. Maar het kwam toch op een iets andere manier. Omdat dit zo'n frustratie was. En omdat ik hier zoveel pijn ook wel van heb. Nog steeds eigenlijk, ja. En dus die Olympische Spelen staan nog op je wensenlijstje. Ja, zeker. Dat is nog het enige wat over is eigenlijk. Ja, ja. Ja. Wat ik ook heel erg heb geleerd van hard vallen. Ik zit ook helemaal onder de littekens op mijn schouders. En nou ja, net als jij en op mijn heupen. Want fietsen, hoe leuk het ook is. Ik ben ook al een paar keer hard naar de grond geklapt. Ja. Maar wat mij dat heeft geleerd is... Een beetje lief zijn voor dat lijf. Goed verzorgen. Gewoon een beetje normaal op bed. Creatief zijn. Ja. En dan herstelt het zich ook weer. Ja, heel snel. Wow. Ja, fantastisch. Wow, want ik heb ook dus nou niet een breuk gehad in mijn bekken. Maar ze denken een scheur of wat dan ook. Ja. En en ik zou dit niet meer kunnen. Dat niet meer kunnen. En het zou maanden duren. Ja. En ik dacht echt, nou jullie lullen maar. Maar ik bekijk het gewoon dag per dag. Ja. En dan zie ik het wel. Ja. En toen liep ik eigenlijk heel snel daarna alweer de halve marathon van Egmond. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ben blij dat ik niet naar jullie geluisterd heb. Ja. Want dat lijf, joh. Dat... Ja, nee, dat is heel, heel leuk dat je dat zegt. Of zeker waar, dat heb ik ook helemaal ervaren. Dus je komt in zo'n ziekenhuis, je ligt in zo'n bed en ze zeggen, ja, je moet nu 6 weken zo blijven liggen. Ik zeg, wat? Ik word helemaal gek, werd ik meteen. Nou, diezelfde middag stond ik nog en liep ik zelf naar de wc met een rollator of weet ik veel wat allemaal. Maar ze hebben, ik wil zeker niet de geneeskunde tegenspreken, alleen ze hebben wel een heel... conservatief beleid, zeg maar. Ze gaan je echt niet iets te veel laten doen. En dan wordt heel vaak gezegd, ja, topsporters herstellen veel sneller. Ik denk dat dat ook zeker zo is, want het lichaam is altijd aan het herstellen eigenlijk, van trainingen. Maar ik denk ook wel dat ook andere mensen soms, dat je soms al net wel iets meer kan doen als dat, dat wordt voorgeschreven. Dat denk ik zeker. Dat het, hoe meer je beweegt, hoe meer je probeert, hoe beter dat is. Ja. Ik kan het niet voor alle gevallen zeggen natuurlijk, maar ik zou zelf niet zo behoudend zijn erin in ieder geval. Nee, ja, ik heb dat dus ook nooit. Ik ben ook nooit... Tuurlijk, je gaat niet dom doen. Je gaat niet... maar je gaat wel eventjes
het een beetje opzoeken. Ja. En dan denk je, oeh, dit was even te veel. Beetje weer terug. Oké, kan wel. Ik had ook helemaal een schema gemaakt van, oh, ik hoop dat ik in de maand oktober weer kan wandelen. Ja. Dan kan ik november misschien dribbelen. Dan kan ik december misschien alweer een beetje rennen. En dan januari is volgens mij die wedstrijd, ik weet niet eens meer. Maar goed, dat vond ik heel fijn van die blessures. En ze hebben me ook echt geleerd om, om die stem in mijn hoofd te leren beheersen. Want dat is echt wat, precies ook wat jij zei, doorslaggevend. Ja, ja. Kom ik nog even bij een andere vraag. Daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Want jullie zijn die meiden aan de top. Dan hebben we Van Vleuten, 40. Mm-hmm. Ja. Jij, bijna 36. Ja. En ik ben namelijk uitgeselecteerd bij het roeien, oftewel uit het team gegooid. Ook omdat ik te oud zou zijn. Grappig. Terwijl, als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik, ik ben zoveel weerbaarder, zoveel relaxter, zoveel stressbestendiger, zoveel taaier ook. En ik kan nu ook, omdat ik zo ongelooflijk veel jaren van trainingsarbeid erin zit. Die basis, die is zo hoog. Die fundering, die is zo breed en dik en alles erop en eraan. Ja. Ja, ik zie, als ik mezelf van nu vergelijk met 15 jaar geleden, dan denk ik, ik weet wel wie ik in team zou zetten. Ja, dat is toch die oude taart. Ja, die taaien. Ja. Hoe denk jij daarover? Ja, bij ons in het wielrennen zie je dat steeds meer vrouwen lang doorgaan. Ook omdat de sport zo in ontwikkeling is. Maar ook En omdat dat financieel mogelijk wordt gemaakt. Precies. Ik bedoel, vroeger kon je er gewoon niet van rondkomen. Nee, vroeger kreeg ik 100 euro per maand en nu krijg ik een goed salaris. Ja, dus dat is echt een verschil. Maar ook, denk ik, als ik inderdaad naar mezelf kijk, ik ben fysiek gezien niet veel beter geworden. Ik ben misschien taaier geworden, dat wel, maar ik ben ook langzamer geworden. Vroeger kon ik beter sprinten, had ik iets beter aanzet. Nooit heel snel geweest, maar beter dan nu. En vooral, nu leer ik dus met die stem in mijn hoofd omgaan. Nu weet ik wat voor wedstrijdspanningen bij een wedstrijd komt kijken. Nu weet ik hoe ik... Ik leer steeds beter hoe ik op mijn best kan presteren. Wat daarvoor nodig is. En ook daarnaast is het ook nog zo dat in wegwedstrijden is het gewoon heel belangrijk dat je parcourskennis hebt. Heel veel van die koersen heb ik al 15 keer gereden. Ja, op een gegeven moment weet ik wel waar we rechts en links afslaan. Weet ik waar ik van voren moet zitten en waar ik juist wel mijn energie kan sparen. Dus ook dat speelt nog mee. En die ervaring in alle opzichten, dat levert heel veel op. Ja. Dus als jij, net als ik, de coach zou zijn ooit worden van een team, dat we gaan die oudjes niet naar huis sturen. Zeker niet naar huis sturen, want ze zijn ook nog eens heel waardevol voor de jongeren, denk ik. Alleen moet je ook de jongeren een kans geven natuurlijk. Dus daar zit een balans in, zeker. Ja. Ja. Mooi, dat wilde ik nog even weten. Ik weet dat je op dit moment zit je in een coachgroep bij Team NL. Ja, dus wat is je, ik heb hier opgeschreven, wat is je mooiste inzicht van die coachgroep waar je nu in zit? Ja, dus ik volg nu een cursus via Team NL. NRC NSF biedt dat aan voor topsporters. En die cursus heet Herken Jezelf. Dus gewoon persoonlijke ontwikkeling voor topsporters. Wat dus voor iedereen denk ik heel waardevol is. En het is echt fantastisch, want je zit dus met, ik geloof, 12 andere topsporters in die groep. En iedereen heeft herkenbare dingen van elkaar. En het is gewoon heerlijk om die ervaringen en onzekerheden en twijfels met elkaar te kunnen delen. En om echt die erkenning en herkenning daarin te hebben. Ik denk dat, sorry dat ik je in de reden val. Nee. Maar wij zitten, ik laat me natuurlijk zelf ook regelmatig coachen. En dan bijvoorbeeld, dan zeg ik van, en dan struggle ik bijvoorbeeld met eenzaamheid. En dan vraagt de coach altijd, oké, wie herkent dit? Hop, en dan gaan er 20 handen omhoog. Dan denk je, oh grappig, iedereen struggelt hier dus mee. Zo eenzaam ben ik dus niet. Nee, ik kan me nog steeds zo voelen. Yeah. Maar jij weet ook hoe dat is om je zo te voelen. En jij weet dat ook. Oh grappig, we lijken dus op elkaar. Ja. En ik kan me herinneren dat jij ook zoiets had van, grappig, Sven Kramer, die twijfelt misschien ook wel eens aan zichzelf. Ja. Ik noem maar wat. Hij zit niet in die cursus, maar daar gaat het niet om. Nee, maar inderdaad. En dat is gewoon een fijn gevoel. Dat je dus niet de enige bent in ieder geval. Dat je niet raar bent. Of dat het heel normaal is dat je dat voelt. Dat is denk ik makkelijker om dan bepaalde gevoelens te accepteren. Dus dat vind ik sowieso heel leuk. En maakt dat ook dat je een soort van milder wordt voor die gevoelens? Van, oké, ik, ik,
ik voel me nu even gespannen, maar dat mag en dat is oké. En dat is ook helemaal... Ja, dat hoort erbij. Het hoort er ook bij. Of ik ben nu boos, maar dat mag ook, want het is iets wat ik belangrijk vind. Ja. Dus dat zonder dat echt weg te willen drukken of zo. Weet je wel, dat je veel milder wordt voor je gevoelens. En dan gaan we even terug naar die student van 15 jaar geleden, atleet. Ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we in het gras gaan zitten en er maar mee stoppen. Nee, we pushen gewoon door. Ja, ja, zeker. Ja, nee, dat is dat vat je heel goed samen, denk ik. Ja, dat is leuk. Nou, sorry dat ik de woorden uit je mond... ik had nog opgeschreven, zou je helemaal vegan willen en kunnen eten? Maar die had je al een beetje beantwoord, hè? Ja, dus ik zit daar wel veel over na te denken. Ik ben dus vegetariër geworden sinds een paar jaar. Dat vind ik heel prettig. Ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik nog wel vlees eet. Maar ik eet af en toe dus bijvoorbeeld wel nog een beetje vet of een ei of wat dan ook. En dat vind ik ook echt gewoon wel heel praktisch. En ook lekker. En het vult dus soms ook wel op een bepaalde manier. Wat ik wel soms een beetje mis bij het vegan. Als ik echt alleen maar fruit en planten en kiemen en dingen, kruiden ga eten. Dan voelt het toch alsof ik nog iets mis. En dat vind ik wel interessant om te onderzoeken. Want soms ga ik dan bijvoorbeeld noten eten. Maar dan wil ik wel weer heel veel noten. Want dan, het vult ergens mis ik soms iets. En daar zit ik dus nog een beetje over na te denken. Wat ik heel leuk vind, ik heb sinds dit jaar een nieuw ploeggenootje gekregen, een Australische. En die is vegan, al sinds de 17e, dus al meer dan 10 jaar, al 15 jaar of zo. Dus dat vind ik heel interessant, want nu moeten ook de verzorgers haar maaltijden vegan gaan maken. Dus dat vind ik heel leuk worden, want dan kan ik ook een beetje meespieken en misschien dat ook overnemen. Ja, ja, leuk. En bij mij betekent dat ook gewoon soms... dat je hebt wel van die vegan kip. Oh ja. Helemaal ja, van die neutrale dingen. Of tofu. Dat soort dingen. En wat ik ook merk, dat je veel moet eten. Ja. Soms. Soms heb ik dat ook niet. Maar soms dan moet het ook gewoon erg veel zijn. Veel meer. Nog meer. Ja, ja. Maar dan voel ik me weer alsof ik denk, ja, maar zoveel kan ik niet eten. Maar misschien moet ik daar gewoon iets meer aan toegeven. Ja. Echt, als ik ook... Ik zie echt even mijn bord van gisteren weer. Ik had er een foto van moeten maken. Maar ik zeg, ik ga voor Mitchell straks wel even wat anders maken. Want die vindt gewoon de hond in de pot. Want het moest meer. En toen was het echt, dacht ik, ja. Nu ben ik er. Ja, en dat gevoel, dat mis ik soms. Dus dat vind ik wel heel interessant om daarna op zoek te gaan. Ja, meer van het goede. Ja, nog meer. Meer van het goede. Altijd meer. Ja. Leuk. Ik heb ze. Jij leuk. Nog vragen? Nee, we hebben veel gekletst. Ja, we hebben veel gekletst. Hartstikke leuk. Ja. Nou, voor jou ook. Ben je tot hier aan toe blijven aanhaken? Ik vond in het staartje echt nog een hele mooie. Maar goed, dankjewel voor het kijken en luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Of ga naar jannekevandermeulen.nl. Dan kun je financieel supporten. En dan wil ik heel graag zeggen, tot de volgende keer. Doei! Doei! Leuk man. Top! Ja, top. Leuk. Nou, echt waardevol hoor. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Het is leuk als je zo aan het vertellen ben, alles gaat gewoon vanzelf. En je zit er helemaal in eigenlijk. Ja. Ja, ook maar in de flow. Maar mooie... Het is eigenlijk, dat had ik misschien ook nog wel kunnen zeggen. Ik weet niet of die nog aanstaat, maar dat het wel leuk is dat topsport is gewoon een soort snelkookpan of zo van het gewone leven lijkt wel. Dus je komt al die lessen die je in het leven nodig hebt, die kom je gewoon continu tegen, denk ik. Ja. Dat zeg ik. Je neemt echt de woorden uit mijn mond. Maar ik zeg altijd, topsport, dat is een soort van... ontschiet mij het woord wat ik altijd zeg. Maar... wat zeg ik nou altijd? Ja, het ontschiet me helemaal. Ja, we zitten te lang te kletsen. Maar precies dit. Ja, precies dit. Ja. Maar dat is natuurlijk logisch. Want door die druk word je veel meer gepusht om naar jezelf te kijken. Uiterste. Je moet wel met jezelf aan de slag. Want je komt er niet mee weg. Je komt gewoon niet weg met bullshit. Je komt gewoon jezelf continu tegen. Je komt jezelf de hele tijd tegen. Ja. En er is maar één iemand die het kan fixen. En dat ben jezelf. Dus je moet de blik naar binnen keren. Je moet in de spiegel kijken. Je moet gewoon eerlijk naar jezelf zijn van... Ja, wie zit hier nou zichzelf in de weg? Want dat hoor ik ook in jouw verhaal terug. Er was maar één iemand die de bottleneck was. En dat was toch Ellen van Dijk. Ja. En als ik ook naar mezelf kijk... Het was niet oneerlijk. Het was niet onredelijk. Nee. Maar ik moest gewoon naar mezelf kijken. Ja.
Ja. En ik moest met mezelf aan de slag. Ja, en dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, want ik zie ook wel eens om me heen dat het nog wel... Dan zeg je, ja, maar die deed dat. Ja, maar en toen gebeurde dat, waardoor ik niet en dat gebeurde. En continu de schuld buiten zichzelf. Dan denk ik, ja, zo gaat het niks worden. Sorry, maar ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Je kan niet altijd anderen de schuld... Je kan het wel doen, maar je gaat er niet mee presteren, denk ik. Dat werkt gewoon niet. Nee. Zo werkt het niet. Nee, het is echt de snelweg naar zelfontwikkeling en know thyself. Hoe zeg ik dat in het Nederlands? Zelfkennis. Toch zelfkennis en zelfbeheersing. Ja. En ook naar zelfverantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus niet gaan wijzen. Want ja, je mag van mij wel wijzen, maar met één naar de ander is met drie naar jezelf. Ja, ja, grappig. Ja. Dus dat heb ik ook echt moeten leren, hoor. Dat we kunnen wel Jan en Alleman de schuld gaan geven of het de hele tijd bij pech houden of weet ik veel wat. Maar je moet gewoon met jezelf aan de slag. Ja, ja. Nee, dat is echt zo. En daarom eigenlijk pleit ik wel voor meer persoonlijke ontwikkeling in de topsport, want ik zie het niet zoveel. Ik zie veel sportpsychologen wat heel goed is, wat nodig is. Maar ik mis daar vaak een wat diepere laag in eigenlijk. En ik denk maar dan zie je toch ook wel weer dat jij zet door en ik zet door. En dan kom je daar uiteindelijk wel. Ja, ja. Dus daarom zeg ik ook heel vaak, laat die jongere meiden, laat ze maar lekker voeteren en zeuren en klagen en wijzen. Ja. Want je komt er niet mee. En als je toch wat wil, ze moeten op een gegeven moment wel met zichzelf aan de slag. En het is ook niet iets wat je af kan dwingen. Je moet eerst ervaren dat het dat niet is. En dat je iets anders moet gaan doen om het, om het te hebben. Ja. Ja, om erachter. Ja, en dan komen er... En dan komen er altijd weer leuke nieuwe dingen. Dus je blijft... Ja, dat houdt nooit op, joh. Never ending story. Nee. Leuk. Ja, zeker. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. En in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.